Hallo allemaal, leuk dat jullie weer meedoen met onze beweegles voor senioren. We beginnen met marcheren. Neem de armen lekker mee. Neem de knieën ietsjes hoger. Heel goed, ga door. En marcheer weer rustig op de plaats. Komt ie nog een keertje, hoge knieën. Als het nodig is, pak lekker een stoel die je vast kan pakken. En marcheer weer rustig op de plaats. Dan maken we er een zijwaartse pas van. Neem de armen lekker mee. Jullie zijn goed bezig. Samen blijven we fit. Dan mag je met je been achteraan tikken. Als het tempo net iets te snel gaat, pak je eigen tempo. Marcheer op de plaats. Adem even een keertje goed diep in door de neus. En blaas uit door je mond. Gaan we nog een keertje zijwaarts. Neem de armen weer lekker mee. En als je ietsjes meer wil, dan mag je je hak optrekken naar je wil. Super! En marcheer op de plek. Wil ik nog één keertje jullie hoge knieën zien? Komt ie? En marcheer op de plaats. Als je wil, mag je rustig gaan joggen. Ietsje sneller nog. En stap rustig op de plaats. Hebben jullie het al warm? Ja. Zeker. Dan gaan we nog één keertje joggen. En dan mag je alles geven wat je hebt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en stop. Zo, dan gaan we nu over naar de kracht. Zo, goed. Ik heb het goed warm gekregen. Gaat het nou te snel, mag je het ook even op pauze zetten. Even een adempauze. Wij gaan hier vrolijk door, dus als je het goed vol kan houden, super. Goed, we gaan wat krachtoefeningen doen. Je mag stoppen met stappen op de plek. Wat we namelijk gaan doen is de voeten ongeveer schouderbreed te zetten. De billen een klein beetje laten zakken, dus dat kennen we van de squat. En we gaan wat oefeningen doen met de buikspieren. Dus wat je mag doen is je mag deze houding vasthouden. En dan gaan we draaien met de bovenlichaam. Super. Goed, gaat je dit nou heel makkelijk af? Kun je jezelf dit wat moeilijker maken door een waterflesje uit te pakken? Pak je in de armen, je zakt weer een beetje en ga draaien met de bovenlichaam.
Gaan we eventjes ontspannen. Gewoon even lekker de armen laten hangen. Draai met de schouders naar voren. En ook even lekker naar achteren. We gaan dezelfde nog een keer doen. Je mag de voeten weer schouderbreed zetten. We willen iets laten zakken. En we gaan draaien met de bovenlichaam. Hoe dieper je buigt, hoe zwaarder die wordt. Als je het zwaar vindt, kom wat verder omhoog. En let erop dat je je heupen stilhoudt. Dat je niet gaat indraaien. Ja, super. Goed, je mag je meer ontspannen. We zetten de flesjes even neer. We deden het net al een beetje, de draai was meer voor de buikspieren. Nu gaan we met de bilspieren aan de slag, want we gaan het squat maken. Dus je mag je billen laten zakken en weer omhoog. Vind je dit nou een beetje spannend? Doe dit voor de stoel. Mag je tot je de stoel aantikt of net iets erboven, maar verlies je nou je evenwicht? Landje op de stoel. Doen we 10 keer in totaal. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Goed, heel eventjes ontspannen. Mag je de benen lekker losschudden? Als je goed keek, dan zag je dat ik iedere keer ging zitten. Vind je het te lastig? Ga rustig zitten in een iets rustiger tempo en kom weer omhoog. Goed, we gaan hetzelfde nog een keer doen. 10 squats maken we in totaal. Daar halen we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Super, netjes gedaan. Goed. We gaan nu bezig met de kuiten. Wat je mag doen is op de tenen en op de hakken wippen. Vind je dit nou spannend? Doe mijn collega Chantal voor hoe je dit kan doen bij de stoel. Sommige mensen vinden het makkelijker als je je handen mee mag sweepen. Sweep je ze naar voren als je op de tenen wipt en naar achter als je op de hakken wipt. Netjes, goed. Mag je de voeten en de benen weer even losschudden? We pakken de waterflesjes er weer bij. We gaan namelijk nog wat oefeningen doen met de armen. Wat je mag doen is je mag de armen zijwaarts hebben. En weer laten zakken. Nog een keertje zijwaarts. We gaan nog een keer de arm heffen, alleen nu mag je ze naar voren heffen. Goed, even weer de arm ontspannen. We gaan ook even lekker draaien met het hoofd. De andere kant op draaien. Goed, je mag nog een keer de armen heffen, zijwaarts deze keer. Rustig omhoog. Spannend.
super. Goed. Hard gewerkt met de armen. Je mag de flesjes even neerzetten. Daarna moet ik nog even met de benen aan de slag. Je moet daarvoor op één been staan, dus je mag je ook vasthouden aan de stoel als je dat graag wil. Goed. Wat we gaan doen is ons been zijwaarts hebben. Ja, dan mag je wisselen van been. Goed, dus voel je die hier een beetje branden aan de zijkant van de heup. Ja, super. Goed, je mag nu een kwartslag gaan draaien. Nu gaan we het been naar achteren en naar voren brengen. Zorg hierbij dat je rechtop blijft staan. Dat je niet voorover duikt. Je ziet het al, ik raak uit balans. Ja, goed. Wisselen van been. Ja, hartstikke netjes. Goed, we gaan afsluiten met nog één krachtoefening. Daarvoor hebben we een stoel en twee waterflesjes nodig. Wat je namelijk mag gaan doen, is je gaat voor de stoel staan. Je laat je weer zakken, dus eigenlijk het maken van een squat. Hier mag je ook maar gaan zitten. Komt overeind en je stoot beide flesjes naar voren. We maken er een boksoefening van. Gaan we weer zitten, overeind, stoten. Zitten, overeind, stoten. Super, 10 keer. 2, 3. Vind je het heel zwaar? Pak je eigen tempo. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Goed, we gaan door met wat balansoefeningen. Wederom, als het zwaar is, mag je het ook best even op pauze zetten. Wij razen er doorheen. Goed, kom lekker staan. Voordat we beginnen ademen we nog even één keer diep in door de neus en uit door de mond. Je mag de voeten aan elkaar plakken. Als je dit al heel moeilijk vindt, blijf je zo staan. Als je wil, pak je natuurlijk ook een steuntje vast. En vind je dit een makkie, dan mag je de ogen sluiten. Voel maar eens wat er met je lichaam gebeurt. Misschien schommel je wat van links naar rechts. Kijk of je de controle kunt houden. Je mag de ogen weer openen. En dan doen we een stapje verder. Mag je de linkervoet voor de rechter plaatsen. Als het lukt met de hak tegen de tenen, heb je iets meer steun nodig. Zet je de voet iets opzij voor een breder steunvlak. Kies je optie. De knieën zijn licht gebogen, ietsje spanning op de buik en de billen en we blijven staan. 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en kom weer rechtop staan. Wisselen we van kant. Rechterbeen voor de linker. Als het lukt met de hak tegen de tenen, anders ietsjes opzij. Komt ie weer. 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en kom weer rechtop staan. Ietsje moeilijker als je dat wil. Voeten weer voor elkaar. En wil je dat, kom je op de tenen. Op platte voet is natuurlijk ook hartstikke goed. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en terug. Wissel van kant. Kies je optie, platte voet of op de tenen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En terug. Dat gaat hartstikke goed. We plakken de voeten nog een keertje aan elkaar. Als je wil, kom je op de tenen.
Wil je dat niet, blijf je staan of je blijft staan met je ogen dicht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en terug. Hartstikke netjes. We zetten de voeten ietsjes wijder en we brengen ons gewicht naar één been. Als het lukt, mag je je andere voet optillen. Vind je dat lastig, hou je hem gewoon aan de grond. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere kant, gewicht naar het rechterbeen. Voet aan de grond of omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En terug. Hartstikke netjes. Schud eventjes los. Dan doen we nog twee oefeningetjes. We komen op het linkerbeen staan en we tikken met onze voet voor, zij en achter aan. Voor, zij en achter. Super. Nog één rondje. En we wisselen naar het andere been. Voor, zij, achter. En vind je het lastig, hou je gewoon even ergens aan vast. En kom weer terug omhoog. De laatste oefening, mag je je flesjes verpakken? En het wordt een vliegtuigje. We zetten één been naar achteren, armen opzij. En je komt wat voorover leunen. Vind je dit nog makkelijk, dan mag je je been optillen. En kom weer terug rechtop. Wisselen we van kant. Eén been naar achteren, armen opzij. Voeten aan de grond of omhoog. Wisselen we nog één keertje. Hoe gaat het met jullie balans? En terug de laatste. En kom weer terug. Goed, zet de flesjes weg. Ik heb het warm gekregen en ik hoop jullie ook. We zijn weer bijna aan het einde van de les. We gaan alleen nog eventjes rekken en strekken. Om te voorkomen dat we morgen niet al te veel spierpijn hebben. Je mag je rechterarm naar voren brengen. Links gaat er onderdoor en je trekt hem voorlangs. Andere kant. Zorg dat je de schouders goed laag hebt en niet optrekt. Mag je de handen op de rug brengen en de borst even goed opstrekken. En jezelf eventjes bol maken. Als je wil, pak je even een steuntje vast en dan breng je de hak naar de bil. Hoe verder je het been naar achteren brengt, hoe meer rek je voelt op de bovenbeenspieren. Andere kant. En dan mag je één been naar achteren zetten met de hak goed in de grond. Alle tenen wijzen naar voren. En als het goed is, voel je nu de rek in je kuit. Wissel van kant. Oké, we zwaaien nog even van links naar rechts.
Zorg dat je genoeg ruimte hebt in huis dat je niks raakt. En dan mogen jullie even een keertje diep inademen, jezelf goed lang maken en uitblazen. Nog een keertje diep in. En uit. Goed gewerkt. Super gedaan allemaal. Hopelijk tot volgende week. En goed succes met de oefeningen.